Det lønner seg kolossalt å være ydmyk I og et godt forhold til Herrens profeter. Het lanceert de moeite om ootmoedig te zijn en een goede verhouding te hebben met de profeten Gods. Ja, wel de falie om je moet hem die openbaring van God wil te horen. Het is heel gevaarlijk om tegen hen in te gaan, omdat zij openbaren wat God wil op aarde. Denken niet aan zichzelf. Ze denken niet aan zichzelf. Het is door Gods raad. Ze staan in Gods raad. Gamle pakt var jo